Zondagmorgen, 20 februari en we zijn al hartstikke vroeg op, Piet en ik en Harry, om te gaan filmen bij, op dit moment, de Posthoorn. Want het, nou ja, het pijlt je uit van de mensen. En een van die mensen hier is de heer Ad Ketelaars. En u bent van de OLAT. Ja. Nou, vertel, wat is de OLAT? OLAT is de grootste wandelvereniging uit Brabant. Wij hebben, ja, eigenlijk de basis is Sint-Oedrode, maar we hebben leden door het hele land. Maar de nadruk ligt op Sint-Oedrode, Eindhoven, Helmond en Den Bosch en omstreken. Maar we hebben 1000 leden, dus dat is voor een wandelvereniging heel veel. Dat is een flinke bubs mensen. En komen die allemaal hier vandaag? Nee, hier komen leden, maar hier komen ook wat wij noemen relaties van ons. Maar iedereen kan hier meedoen. Dus de meesten zullen denk ik niet leden zijn. Maar het ligt een beetje uit het gebied waar we normaal wandelen. Maar wij wandelen eigenlijk door heel oostelijk Brabant. Ja, want dat is de OLAT dus, een wandelvereniging. Maar als jullie normaal die kant op zijn, wat komen jullie dan in Kuik doen? Nou, wij wandelen deze keer wandelen we in Kuik. De volgende keer zitten we in Lagemeerde, de keer erop zitten we weer in Vlierde. Dus wij pakken heel oostelijk Brabant en we proberen zoveel mogelijk afwisseling in de gebieden te krijgen. Ja, nou, oostelijk, je zit westelijk Brabant, dus jullie gaan echt heel Brabant af, begrijp ik wel. Nee, we blijven tot tussen Tilburg en Kuik in, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Het is zondagmorgen, het is regenachtig, ja. Maar toch is het druk hier. Zijn die mensen nou zo fanatiek om te mogen wandelen? Nou, er zijn er vanmorgen om 6 uur al 260 vertrokken. Om 6 uur vanmorgen? Nee, 60 vertrokken, 60. Maar we hadden al gisteravond zo'n 260 voorinschrijvingen. Maar de mensen kunnen, zoals je kunt zien, die kunnen ook hier ter plaatse inschrijven. En dat doen de meesten. Een normale wandeltocht hebben we zo'n 800. Met uitschieters tot 1200 wandelaars. Nou, dat is een hele bubs om voor te zorgen. Ja, we hebben onderweg op dit moment 4 wagenrusten staan. Dus krijgen de mensen gratis koffie, thee en een koek. Ze kunnen wat zitten. En wij hebben nog, maar dat is afhankelijk van de afstand, 2 café-rusten. Eentje bij het Zwaantje in Groesbeek en eentje bij de Mallejan in Middelaar. Want er zijn verschillende routes, of tenminste verschillende afstanden. Ja, we hebben afstanden van 10, 15, 20, 30, 40. En alleen in februari, dus deze keer hebben we ook de afstand van 50 en 60. Zo, dat is een hele trippel op de vroege morgen. Ja, dan met de 60 ben je de hele dag onderweg. Ja, dan moet je een beetje doorlopen om de pont nog te halen om weer hier te komen. Ja, gewaarschuwd dat ze voor 7 uur het veer over moeten zijn. Ja. Nog heel even, wat maakt het dat mensen gaan wandelen? Nou, dus op dit moment, zeker in de coronatijd, is wandelen de meest beoefende sport. Het is heel laagdrempelig. Het is eigenlijk niet zo heel duur. Een wandeltocht hier, je betaalt een paar euro en je kunt gaan wandelen en dan heb je verzorging onderweg. Ja. En verder, je moet goede wandelschoenen hebben en wat wandelkleren, maar die gaan heel lang mee. Dus het is op zich een heel goedkope sport. En het is heel gezond. Dat sowieso. Ja. En ik heb begrepen, jullie gaan niet over de meest begaanbare wegen of fietspaden, hè? Nee, wij proberen, OLAT staat erom bekend, dat wij zoveel mogelijk onverhard wandelen. Dus we proberen altijd de kleinere paadjes op te zoeken en zo min mogelijk asfalt. Ja, dus struinpaadjes, bosparen? Ja, heel veel. Ja. En het is volgens mij heel goed gelukt weer hier. Want zeker bij Mook en Groesbeek en zo, daar hebben we heel mooie paadjes gevonden. Ja, dat hebben we zeker. En langs de Maas is het altijd mooi, hè? Ook mooi. Een beetje nat nu, maar plaatsen maar modderig. Maar ja, daar staan we ook bekend om, dat modderig kan zijn. Stel dat er nu mensen zijn die een volgende keer misschien ook willen wandelen. Ja. Waar kunnen ze terecht? Heeft u een website? We hebben een website www.olat.nl. En daar staan het hele programma staat erop. We delen jaarprogramma's uit waar alle activiteiten, want behalve deze tochten, hebben we ook een 3-daagse in de zomer in augustus. We hebben iedere week activiteiten. Iedere dinsdag wordt er in Sint-Oedrode gewandeld. Iedere zondag en woensdag wordt er in Oorschot gewandeld. We hebben een wandelgroep in Heel Varenbeek. Om de
En dat zijn afstanden van 8 tot 10, 12 kilometer. Maar we hebben ook een wandelgroep om de 14 dagen. Die wandelen 20 kilometer als groep. En die gaan ook heel de provincie door. Ja. Ja. Nou, dank u wel. En okay. U hoort het. Als u zin heeft om te wandelen, nou ja, trek gewoon uw wandelschoenen aan of de stoute schoenen en ga naar buiten. Maar voor vandaag gaan wij eens even kijken hoe deze route verloopt. Okay. Dank u wel voor de tijd. Ja, prima. Dank je wel. Goedemorgen! Ja, dat weet ik ook niet. Goedemorgen! Goedemorgen samen. Hallo, goedemorgen. Yo. Ja, ik ben de Gelderland, ja. Wauw, jongens, weg, man. Hallo. Deze nog. Hallo. Morgen. Ja, zeker. Speciaal.
We zijn nu aan de overkant van de Maas, helemaal in Limburg. En deze mevrouw, ja, die heeft het ook gered, hè? Ja, ja, heb ik. Ja. Ik kwam van weg. Waarvan? Van Deurne. Nou, maar goed dat u de hele stuk niet heeft hoeven wandelen, hè? Dat klopt. En die van neerkant, dus nog verder. Ja. Ja. Hoe vindt u het? Leuk. Ja, we gaan ervoor. Al regent het. Dat is geen probleem voor u? Nee, we gaan er gewoon voor. Doet u vaak mee aan zo'n wandeltocht? Gelukkig zijn ze er weer. Ja, daar zijn we heel blij mee. Ja. Ja. Maar oefenen, hè? U bent wel een fanatiek wandelaar. Ja, we zijn aan het oefenen voor een Nijmegen Vierdaagse. Oké. Hoort er ook bij. Ja. Ja. Nou, en dan kunt u gewoon in alle weersomstandigheden. Ja. Ja, op alles voorbereid. Nu even een bakje koffie. Ja, lekker. En hoeveel kilometer loopt u 30. Dan vandaag? Vandaag 30. Oké. Okay, hoe laat hoopt u weer in Kuik te zijn? Rond 2 uur. Oké, okay, nog een mooie wandeling voor de hoogte. Ja. Oké, okay, nou dank u wel. Is goed. Veel plezier. Ja, dank je. Komt van hier, mevrouw? Nee, ik kom uit de Betuwe. Het staat altijd wel bekend om een goede wandeltocht, goed verzorgd en... Ja, u bent lid van de OLAT of loopt u Nee, ik was net te laat om weer lid te worden. Ik heb het inschrijfformulier nog steeds klaar liggen. Dus, maar wij wandelen ieder weekend, iedere zaterdag, iedere zondag. Ah. En de Nijmeegse. Kijk, daar bent u ook voor aan het oefenen. Ja, nou hoeven niet te oefenen, want we lopen het hele jaar door. Dat is zo. Maar ik ga naar de koffie. Ja, u mag van mij naar de koffie. Dankjewel. Veel plezier nog. Ja, dank u. Oh, rustig maar. Wat jij niet gevaarlijk hebt. Oh ja. Nou, ik sta even droog, want hier is een mooie tent van jullie, hè, van de OLAT. Koffie, thee? Chocomel, bouillon, een koekje. Alles, heel veel goede zorgen voor de wandelaars hier. Hoeveel mensen komen er langs vandaag, denkt u? Dat weet ik niet. Er waren over de 200 inschrijf, maar hoeveel dat er komen precies, dat kunnen wij nooit zeggen. Nee. Maar u moet dus een hele poos hier staan dan? Ja, denk tot 4:30. Zo, ja. Al die tijd hier op deze plek? Ja. Of verhuizen jullie nog naar... Nee, vandaag niet meer. Daar is een andere ploeg bezig. Ja. De soeppost, de grote soeppost. Wij zijn de grote koffiepost en er is ook nog een grote soeppost. Kijk, wat een goede verzorging. Ja. Doet u dat vaker voor de OLAT in zo'n prachtige... Ja, ik ben pas vrijwilliger, maar... Mieke en Jo, die doen het al jaren. Die doen het al jaren. Ja. Ik kan 20 jaar, denk ik zo. 20 jaar. 20 jaar al dat u de koffie en de thee en alles verzorgt. Ja. Ik ben pas 80. Oh. U komt pas kijken, u kunt nog een paar jaar mee. Ik ken nog een paar jaar mee. Oké. En u loopt... We zoeken wel aflossing. Oh, toch wel? Ja. En die hebben we weg kunnen leren. Ja. En heeft u zelf ook altijd meegelopen? Ja. Ik heb alles, relatief alles gelopen. Zelfs Santiago de Compostela. Houden we? Dat ligt niet in Brabant, hè? Maar je kent dat niet. Ja. Maar ook de Kennymars en Nijmegen. Ja. Nou, echte wandelaars hier, dat is wel duidelijk. En ik ga een stukje terug, want ik zie jullie hebben het hartstikke druk ineens. Er komt weer een hele ploeg. Druk, je hebt een compressor, hè? Lukt het, meneer? Ja, het gaat heel goed. Gaat het goed met de wandeling? Nou, we zijn hartstikke gek, hè? Ik wou het niet zeggen, maar... Ja, maar ik dacht het wel. Nee, het is gewoon lekker. Ja? Toch loopt u nog maar veel plezier vandaag? Zeker. Ja. Nou, lekker bakje koffie en een goede tocht verder. Hoe is dat? Mevrouw, ik moet daar ook filmen. Wij zetten hier een vers bakje koffie. En midden in de natuur zetten wij een vers bakje koffie. Helemaal vers, geen poeder of zo, alles vers. Nee, met die jaren gaat. In zijn anders dan zeggen opgiet, hè? Zeker. Ja. Jullie zijn goed bezig. Ja. Ja, dat doen we al een paar jaar, of 10 denk ik.
Omroep Gelderland, hè? En dan zijn we hier aangekomen op de splitsing Gelderland-Limburg. Gestart in Brabant. Mensen lopen routes van 10 kilometer tot en met 60 kilometer. Nou, respect hoor. Nou, de mensen krijgen hier nu een heerlijk kopje soep. En dan lopen ze weer verder naar de volgende post. Waar ook nog iets lekkers is, koffie en zo. En dan hopen we dat ze allemaal weer op tijd in Kuik aankomen. En dat ze hebben genoten van deze prachtige wandeltocht door drie provincies, georganiseerd door de wandelvereniging OLAT.